mijn naam is Sjoerd van Beelzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerd. Wie herkent dit karakteristieke pand niet? Dit is de RAI, de RAI-halle midden in Amsterdam. En wie RAI zegt, denkt als autoliefhebber natuurlijk aan de AutoRAI. En helaas, de AutoRAI is ons ontvallen, komt ook niet meer terug. Maar er was ooit een hele mooie periode van die tentoonstellingen. En een van die wereldprimeurs, van die oude AutoRAI's, dat was in 1948 de Land Rover. Ja, en dan zou ik bijna zeggen de Land Rover Series 1. Maar ja, die auto, toen die op de markt kwam, had die helemaal geen toevoeging. Dit was de Land Rover. Meer smaken had je niet. Dit was hem. Pas in eind jaren 50, toen er een opvolger kwam, eigenlijk een gemodificeerde uitvoering, toen voegde Land Rover er zelf Series 1 aan toe. Want dat was dus de eerste generatie en toen gingen ze over op de tweede generatie. Maar wat is er nou zo mooi aan dat deze auto hier 71 jaar later weer staat? Karakteristiek, deze auto had zijn wereldpremière hier op die RAI. Niet deze vestiging, nog een andere vestiging, maar dan treed ik iets te veel in detail. Maar weet je wat nou zo heel bijzonder is? En dat ga ik je laten zien. Even kijken of ik hem open krijg. Onder dit aluminium motorkapje. En dat is daar op die dwarsbalk. Ik vermoed dat het heel moeilijk in beeld te brengen is. Maar daar staat op wat het nummer is van deze auto. En dit is auto nummer 07. En jawel, auto nummer 07 stond destijds op de RAI. Ja, samen met auto nummer 3, auto nummer 5. Land Rover had er 3 beschikbaar. Alle 3 links gestuurd. Hadden ze alle 3 beschikbaar. Die hebben ze in Amsterdam aan de wereldpers laten zien, aan het publiek. En dit exemplaar heeft dus al eerder hier op Amsterdams grondgebied gestaan. Hoe mooi is het dus dat die 71 jaar later terug is in onze hoofdstad. Ja, en dat voor de Masters of Luxury. En dat is niet zonder reden, want op die Luxury Fair, daar staat namelijk zijn nazaat, de Land Rover Defender. Die naam Defender moet je niet aan dit model koppelen. Die naam Defender die dateert uit 1990. En dat was eigenlijk een nieuwe lichting. Toen dacht Land Rover ook, weet je wat, we gaan een nieuwe naam voor die auto verzinnen. Op dat moment gebruikten ze al meerdere namen. Niet Series 1 natuurlijk, Series 2, Series 3. Daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. Dus prachtig hè. En wat nou het mooie is aan dit exemplaar. Dit is niet zo heel lang geleden is hij teruggevonden. Hij was zoek, hij was foetsie. Als je naar de boeken kijkt over de Land Rover, dan zie je daar de chassisnummers in. Met allemaal kentekens. En 1 ontbreekt. En dat is deze, nummer 7. Hij is gevonden. Nota bene om de hoek bij de fabriek. En daar stond hij gewoon op een akker. En dat deed hij dienst. Ja, als wat is het? Kiphok waarschijnlijk. Dat ze er gewoon kippen erin lieten slapen. En dan in zo'n auto met zo'n machtige historie. Je zou het niet zeggen, maar de auto is gerestaureerd. Hij is gewoon helemaal origineel gelaten. Maar de aandrijflijn is helemaal terug in, tussen aanhalingstekens, nieuw staat gebracht. Ja, dus dan hebben we die naam, Series 1. Die mag je aan dit model koppelen. Maar wat is er dan nog meer bijzonder aan deze auto? Nou, als een fabrikant een nieuwe auto gaat ontwikkelen, dan doen ze dat meestal, je hoort wel eens van die gekke verhalen, op een servetje. Dan zitten ze gewoon lachend in de bar en dan tekenen ze even een schets van een auto en dat blijkt dan uiteindelijk naar een productieauto te gaan. Hoe is deze auto tot stand gekomen? Gewoon op het strand in Wales. Daar zaten de gebroeders Wilks. De een was de eigenaar, of althans de directeur van Rover op dat moment. De ander was de chief engineer. En die zaten op dat strand en die zeiden van, zo gaat die auto eruit zien. En hoe kwamen ze nou op dat idee? Nou, die gebroeders die hadden een vakantieverblijf in Wilks. En daar gingen ze altijd naartoe in de zomer, in de winter. En op een gegeven moment, ja, toen waren ze daar naartoe gegaan. En toen was het, ja, vreselijk weer. Echt ongekend. Sneeuw, ijs, niet normaal. En ze kwamen er met hun eigen auto, kwamen ze er niet doorheen. Toen hebben ze van hun buurman, hebben ze een Willys Jeep geleend. En dan spreken we Ik zei het al, deze auto werd onthuld in 1948. Dan hebben we het over kort na de oorlog. Dus heel veel van die militaire voertuigen die waren achtergebleven overal in Europa en dus ook in Engeland. Dus die heren die leenden die auto van hun buurman. Maar ja, dat was niet voldoende. Wat ze deden is een rupsvoertuig. Gingen ze kopen. En daar hebben ze vervolgens mee allemaal bomen van de weg afgehaald om er doorheen te komen. Om tot hun vakantieverblijf te komen. Maar die auto, die Willys Jeep, ja, dat was wel bijgebleven. En zij dachten, dat is wel een auto die we internationaal kunnen verkopen. Niet zozeer als militair voertuig, maar ook als hulpverlenersauto, maar ook als landbouwvoertuig. Ja, en zo ontstond dit idee. Dus toen ze op een gegeven moment kwamen op dat strand en ze zeiden van, ja, hoe zou dan onze creatie eruit moeten zien, afgeleid van die Willys Jeep, toen tekenden ze daar op het strand de Land Rover. Land Rover natuurlijk, Rob Land, wordt dan gekscherend gezegd. Deze auto is voor het land en dan kun je eigenlijk aan toevoegen voor het platteland. Ja, en die eerste auto, wat voor concept dat ze hadden, was een centersteer. Zijn er uiteindelijk is daar maar 1 exemplaar van gemaakt. Want toen ze de openbare weg op gingen, toen kwamen ze er al heel snel achter, dat werkt niet. Maar dat is nou bedacht, centersteer, dat zegt het al. Het stuurwiel centraal in de auto. Maar ja, toen ze de weg op gingen, dat stuurwiel heeft een stuurkolom van, wat is het, centimeters of 60. Voorin ligt natuurlijk die motor, hè. In dit geval is het een klein blokje. En die centersteer, die stuurkolom, die moest dus naar achteren. En omdat hij naar achteren gaat, gaat dus ook jouw stoel die in het midden staat, gaat verder naar achter. En wat heb je er dan aan? Ja, dan wordt het geen utility vehicle meer. Dan is het niet meer een praktische auto. Vandaar dat ze hebben gezegd, in combinatie met dat je al sowieso weinig voetruimte had, van laten we ermee stoppen met die ontwikkeling. We gaan over op het traditioneel concept. Overigens, waarom hebben ze nou bedacht voor dat centrale stuurwiel? Niet zozeer omdat het een landbouwvoertuig is, waardoor je zeg maar de relatie legt met een tractor. Nee, dat is voor Rover is dat heel slim geweest. Want dan hoefden ze maar 1 variant te maken voor de hele wereld. Hoeven ze niet elke keer dat stuurwiel te switchen, afhankelijk van waar die auto is verkocht. Dus uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om dat stuurwiel of links of rechts. Dit is een van de 48 auto's. Sorry. Ja, natuurlijk. Dit is een van de 48 pre-productieauto's. Uiteindelijk zijn er 3 linksgestuurde gemaakt. En de rest waren allemaal rechts gestuurd. En wat dan grappig is, is op die AutoRAI stonden die auto's allemaal links gestuurd. Deze auto, die ging na de AutoRAI, ging die terug naar Engeland. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat stuurwiel teruggebouwd naar de rechterzijde, naar de Engelse kant. Maar, ja, toen werd die auto gevonden. Die auto had inderdaad zijn stuurwiel aan de rechterkant. Maar wat zeiden ze bij Land Rover? Ja, deze auto moet gewoon authentiek zijn. Dus vandaar dat het stuurwiel weer teruggezet is naar die linkerkant. En hoe heette dan het productienaampje? Of althans, de codenaam van de auto, toen die gebroeders Wilks begonnen aan de ontwikkeling van deze auto, dat was Project J. Met die J van Jeep. Mooi, hè? Ze hadden, uiteindelijk hebben ze er 4 van die Willys Jeeps hebben ze gekocht. Die hebben ze helemaal uit elkaar geschroefd en kijken van wat kan er beter. Maar dat niet alleen, zeggen de Chinezen. Nee, ze hebben juist gekeken van hoe is nou die auto in elkaar gezet? Hoe hebben ze nou die constructie gemaakt? Hoe hebben ze dat nou gedaan met de dikte van de panelen? Hoe hebben ze dat nou gedaan met het chassis, met de aandrijflijn? Daar hebben ze kennis uit gehaald. Dat is overigens nog steeds aan de hand. Dat is, oud-fabrikanten kopen nog steeds elkaars auto's en dan gaan ze die auto's helemaal uit elkaar halen en weer terug in elkaar zitten kijken van kosten, materialen, noem maar op. Alles, al die details. Dus het kan best zijn dat er nog ergens op zolder bij Rover gewoon 4 van die Willys Jeeps liggen. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het niet, want de Rover is helaas ons ontvallen. Ja, en toen was die auto was dus klaar. En toen moest die auto gepresenteerd worden. De directie van Rover, die dacht op dat moment, belangrijkste autoshow die eraan zit te komen, is de autotentoonstelling van Genève. En die was in maart 1948. Maar je auto was nog niet klaar, nog niet helemaal klaar. Dus ze durfden het niet aan. En toen zei ze, wat is dan de eerstvolgende grote autotentoonstelling in de wereld? En dat was eind april, 30 april om precies te zijn, de Amsterdamse AutoRAI. Ja, dus op 28 april 1948 gingen er 3 exemplaren op transport naar Amsterdam om gepresenteerd te worden, waarvan dit er dus één is. Ja, bijzonder hè, dat die auto dan gewoon nu weer terug is in Nederland. Zo'n lief klein autootje. Wat er mooi is om te zien, dit is een, ja, gewoon een originele, die auto die is, die eerste 48, die pre-productieauto's, die zijn niet op basis van wat we nu kennen natuurlijk computertekeningen. Nee, die zijn op basis van ideeën zijn ze gemaakt. Ze hebben gewoon gezegd, die auto die moet er zo en zo uitzien. En voor de rest kwam het eigenlijk op neer. Ja, los het maar op, maak het maar. Dus aluminium panelen, natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog was er weinig staal verradig. Dus ze hebben gekozen voor aluminium en die werden allemaal met de hand geklopt. Maar, met de hand geklopt, misschien heeft u het al een klein beetje door, een klein beetje in de gaten. Lastig om dat met de hand dan vervolgens op een andere auto. De meeste componenten die op deze auto zitten kunnen niet op bijvoorbeeld chassis nummer 6 destijds. En dat kun je nog steeds zien hier achterin. Hier zie je een klein stukje hout. En dat hout dat zit alleen op de allereerste 48 exemplaren. De seriemodellen die hadden dat niet, maar wel de preproductieauto's. Alleen niet allemaal hetzelfde stukje hout, maar in verschillende diktes. Het was maar net hoe die carrosserie gevormd was. En dit is gewoon puur ter compensatie om de deuren, die overigens destijds, dat is wel een grappig verhaal, optioneel destijds, net zoals het dak, om die ja, recht te krijgen. Want hiermee heb je maar weinig speling, die moeten wel goed in het slot vallen, als je ze dus hebt besteld. En vandaar dat kleine stukje hout daar aan die onderzijde, om dat koetsje gewoon recht op dat ladderchassis te krijgen. Mooi hè? Het is toch zo'n lief autootje. Wielbasis is 80 inches. Later bij die Defender, de voorganger van die Defender, die heette 90 en 110. Ik zou het anders vertellen. De huidige Defender heb je in twee carrosserievarianten, de 90 en de 110. En die aanduidingen die stonden altijd voor de wielbasis van de variant. Dus de korte variant had een wielbasis van 90 inches. Dus 90, dat was de korte. En de grote had 110. Dus dat is de grote uitvoering. Ja, de Land Rover. En dit is dan de Series 1. Die is officieel, heet die dus Land Rover.